Even van Zeeland. We zijn nu live. We zijn nu live? Oké. Okay. Wauw. Nou, leuk dat je zit te kijken. Dichterbij de travel. Ja. Dichterbij, zo boom. 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 Ja. Yes, welkom mensen. Leuk dat je zit te kijken. Mijn naam is Eva van Zeeland en ik ben te gast in deze prachtige studio van Rick Kuitums. Dankjewel dat wij hier En Trevor en Norbert en Luis. Ja, dat is natuurlijk jij hebt ook een heel team achter je. Dat moet wel, want anders kunnen we niet als strijders de wereld hebben. De Nederlandse vlag ook hangen en ik zit hier ook naast Jeroen Arends. Welkom ook Jeroen. Goedemiddag. Ja, goed hallo. Dat je er bent. Dankjewel. Fijn je weer te zien. Ja, leuk om hier te zijn in de studio, Rick. Dankjewel. Ja we zijn hier bij Lockdown News Network. Ja, dat klopt. Lockdown News. Het komt me zo bekend voor, dat logo. Waar hebben we het eerder gezien? Ze zeggen dat het een beetje op CNN lijkt. Ja, of zo. Ja, CNN. Dat was het. Ja. Ja, wat leuk. Maar dan anders. Ja, eigenlijk 180 graden gedraaid. Zeg maar. Oh, heel goed. Ja, echt totale dat doen wij ook met OPN. Dus ja. NPO, OPN en dus hè. Wat een symboliek zeg. Je eigenlijk niet van tevoren bedacht, maar zo ging dat. Hoe komt dat zo samen? Ja. En daarom zitten we hier mensen. We hebben ook de vlag, want ik denk, ja, daar gaan jullie iets van zeggen. Dus hij is al omgekeerd. Hè? Blauw, wit, rood, Nederland in nood. Ik heb ook vandaag een bandje om, want ik ben supporter voor iedereen die nu naar Den Haag is onderweg. Ja. De onafhankelijke pers doet verslag. Dus, demonstratie bij het Binnenhof, hè? Tegen de spoedwet. Vandaag gaan de Kamerleden schriftelijk vragen indienen. 3 september komen ze pas fysiek bijeen. Ja, het is de laatste, dus de 2 uur is de deadline voor het indienen van de vragen. Ja. En er waren was wat verwarring, want niemand wist precies de agenda. Maar er zijn via de verschillende social media zijn daar enorm veel oproepen geweest. Dus het is ik ben heel benieuwd wat daar de opkomst van is. Ja, we hebben 2 jonge reporters daar nu. Dus die zullen zo wel live gaan. Ja, als dus het goed is. Kijk ook even op Onafhankelijke Pers Nederland Facebookpagina of YouTube. Moeten we even kijken waar ze live zijn. Arjen en Daphne van de OPN zijn daar nu. Ja, en wij hebben Debbie gevraagd. Dus Debbie, als je kijkt, ga even. Wij deden het jouw live, zoals bij RT Dutch. Een geweldige samenwerking van de Onafhankelijke Pers inmiddels. Alternatieve media. Ja, dus het is belangrijk dat we met z'n allen gaan verbinden nog meer. Dat hebben we zaterdag natuurlijk al gedaan op het Malieveld. Ja, dat was tot nu toe de demonstratie waar de meeste mensen op af zijn gekomen. Wat is er deze week nog meer te doen? Want er is nog meer te doen. Ik ga zelf morgen dus naar Amsterdam. Daar is Tijn Tauber met zijn flashmob meditatie op het Museumplein. Dus als je daarheen wil, dat is vanaf om 5 uur volgens mij. Of 4:30, 5 uur. 5 uur. Ben op tijd. Ja. 5 uur tot 6:30, ja. Heb jij nog iets toe te voegen voor het weekend? Ik weet alleen maar waar ik zondag heen ga. Zondag ga ik met rolstoel en krukken en mijn gips ga ik naar het Malieveld. Daar is van eerst een loop vanaf het Zwarte Pad tot aan het Malieveld. Dat begint eerder, maar het programma begint om 2 uur tot 6 uur. Ja, dat is Save the Children thema. Ja, 2 tot 4. 2 tot 4, ja, klopt. Ja. Save the Children ook als thema? Ja. Ja. Ja en ik ben zelf ook... Ja, sorry dat ik je onderbreek. Nee, dat doe ik ook altijd. Maar dat doe ik gewoon, want de dag daarvoor, zaterdag, is ook Save the Children. Er zijn verschillende lopen in Eindhoven. Jij gaat daar zijn, geloof ik. Ja, zaterdag ben ik in Eindhoven. Dat is 18 septemberplein. Ja, er is in Arnhem een loop voor de kinderen. En nog een plaats. Maar die ben ik Arnhem, vergeten. Den Haag. Ja, 3. Maar mensen, organiseer het in je eigen plek. Want iemand zei al van, oh jammer, niet in Zeeland. Ik denk dat ze in de war waren met mijn achternaam. Maar ik zei, organiseer het zelf. He, dus wat let je om zelf iets te organiseren? Dus dat kan ook. Ja, ik merk dat er op Telegram een heleboel groepen zijn die zich al verenigen van klein tot groot. En gelukkig worden de groepen ook steeds groter die zich aan elkaar hebben verbonden. Mm-hmm. Ja. Maar ik zou eigenlijk tegen de mensen willen zeggen die wel al lang met het idee lopen. Sluit je ergens bij aan gewoon. Het zijn allemaal leuke mensen. Iedereen heeft allemaal hetzelfde doel. Ja. En net als afgelopen zaterdag, het was gewoon hartverwarmend om te zien hoe mensen die... Het leek mij een paar maanden geleden, als ik nu naar zaterdag kijk, leek het me onmogelijkheid om 40, meer dan 40 groepen bij elkaar te krijgen. De neus dezelfde kant op, met de grootste gemeenschappelijke deler. Ja, dat was mooi om te zien. En dat is ook echt wel het thema van deze tijd, verbinden. En we moeten echt... samen is de oplossing. En we hebben allemaal onze eigen talenten, vaardigheden en kennis. En dat, als we dat kunnen laten aanvullen op elkaar... Dan kunnen we deze spoedwet en de vaccinatiepaspoort en het vaccin en alles wat eraan begint te komen nu echt tegengewicht gaan geven. En dat is belangrijk, want dat is hun modus is verdeel en heersen. Dat is wat ze doen. Ze proberen iedereen tegen elkaar uit te spelen. Keuze in,
Het tegenovergestelde daarvan is eenheid en verbinding. Dus ja. Dat is echt het enige wat we hoeven doen. Ja, dat wil ik dus nog als mensen, je hebt echt een keuze wat je wil doen. Hè. Wil je inderdaad gaan hangen in die complot, binnen de complotten dat er controlled opposition is? Of ga je inderdaad kijken van, hey, waar staan we allemaal voor? En we gaan vibratie verhogen. Dat is wat ik ook heb gedaan op het Malieveld. Mijn vibratie verhogen, zodat ik ook de lange adem het vol kan houden. Hè? Want dat moeten we allemaal. Je bent 7 dagen per week zit je in deze materie. Dus probeer ook iets luchtigs te doen. Ja. En ja, ik de londeren van in te blijven maken. Zien. Ja, 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 plezier maken. Ja. Ik spam ook altijd de boel bij elkaar. En als ik dan merk dat er een soort boosheid opkomt vanwege al het nieuws waar ik me aan irriteer. Ja. Dan moet ik af en toe een paar stomme grappen maken om een beetje de ballon leeg te laten lopen. Ja. Want anders, heb je nog een leuke grap? Ja, gooi er zijn in, Rick. Nee, ik heb wel op mijn Facebookpagina een paar hele mooie memes geplaatst. Ah ja. Dus ga naar Rick Kuijden's Facebookpagina. Ik doe alles openbaar, dus verschrikkelijke memes. Ja, echt maak bedoeld. Je eigen memes. Heel gezellig. Maak je eigen memes, kijk, dat is ook zoiets. Ja, dat werkt als een trein, want de AI kan die ook veel moeilijker oppakken en dus censureren dan tekst of video. Dat snappen ze niet. Bewerkte afbeeldingen, memes. Supergoed, werkt als een trein. Ja, maar en we moeten het ook een beetje met humor doen. Omdat sommige dingen, als je er te lang over nadenkt, zijn zo serieus. Oh, daar word je alleen maar chagrijnig. Ja, en dat is ook niet de bedoeling. Nee, want als je komt in die lage vibratie, waardoor je dus ook letterlijk, hè, dat klinkt misschien weer zweverig, maar ik kan dat zeggen, dat je ook aangevallen wordt door wat duisterheid. En misschien heb je dat niet zo, maar je merkt het zelf. Dat je als je in die lage vibratie zit, dan ben je gewoon bevattelijker. Letterlijk ook voor ziektes en voor je gezondheid wordt aangevallen, maar ook gewoon voor... Ja, duistere gedachten die in één keer bij je opkomen. Dus weet dat het niet van jou hoeft te zijn en dat je een keuze hebt. Kies voor liefde, want dat is de cure. Huh? Kijk, kijk, dat is klare taal. Nou ja, dat is inderdaad, het is heel makkelijk om in die lage vibes te gaan. Want er is gewoon heel veel naars aan de hand. En er is heel veel donker nieuws en voor je het weet word je daar ingezogen. Ja, er zijn ook maar raise the frequency is echt altijd de oplossing. Kijk, dat is ons grootste wapen, denk ik. Raise the hoe raise the frequency. De frequentie. Nee, ik ben het helemaal mee eens. En er is nog iets wat ik zelf heel erg merk nu al de laatste paar maanden. En dat wordt gelukkig steeds minder. Dat is dat heel veel mensen, zeg maar, die denken dan dat ze niet bezig zijn met verdeel en heers. Maar op het moment dat ze kritiek gaan hebben op kleine details van anderen... Ja, dat werkt wel best wel irritant, vind ik. Ik bedoel, hou gewoon elkaar een beetje in de kracht. Want het is ook heel iedereen doet zijn best. En ik hoor ook stemmen, want ik ga niet lopen dansen op zaterdag. Maar kom gewoon opdraven, weet je. Ja, ga lekker staan. Alles heeft waarde. Dans ik wel om je heen. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen die veel weten over wat er echt aan de hand is en hoe diep dat gaat en hoe verschrikkelijk dat is, dat die zeggen van zo'n demonstratie, dat heeft helemaal geen zin. Maar dat is niet waar, want er zijn daar allemaal hartstikke mooie mensen die allemaal de wereld beter willen maken. En als die willen dansen om dat te doen, laat ze lekker dansen, want dat heeft meer waarde. Dat heeft de energie. Het is ook weer opladen. Dat is hartstikke belangrijk. Maar het is van twee kanten. En het is zo makkelijk om in die boosheid te gaan. En in die verdeel en heers. En dat heb je altijd. En als je met iets moois begint, dan heb je altijd tegenslag. En aanvallers. En ga maar door. En trollen. En betaalde hackers. Ja, maar we hebben ook elfjes. Hè? Ja. Als er trollen zijn, zijn er ook elfjes. We hebben ook elfjes. Ja, joh. En we hebben ook ik heb er een paar gezien zaterdag trouwens. Ja? Dus, echt waar. Nee, verpleegsters waren er ook. Nee, die heb ik ook gezien. Ja, en er was een of ander... Een soort bewustzijnsvogel met Nederlandse vlaggen. Oh, dat was die aansteller, toch? Nee, wat was dat nou? Een of andere Dutch goddess of zo? Oh ja, wie noemt zich wie nou was zo? Dat? Ja, wie noemt zich dat? Beetje Fred and Jace, maar... Hey, maar zit je nu te kijken? Geef ook reacties. Deel jouw activiteiten van het weekend. Want wij hebben misschien niet alles genoemd wat er te doen is. Begin zelf een activiteit om bewustwording te creëren. Verspreid de andere krant. Wij komen ook met de eigen krant. Misschien wil je dat nog noemen. Nou, dat is inderdaad leuk om te noemen. Dat is een scoop ook voor LNN. Ja. Oké, mensen. Ze al nu extra goed opletten. Ja, onafhankelijke pers Nederland. Scoop alert. Met een krant in samenwerking met de andere krant. We proberen aanvullend te zijn op de andere krant. De andere krant heeft vaak lange inhoudelijke diepteartikelen. Dus wij gaan met het OPN Nieuws, zo heet de krant. OPN Nieuws. Prikkelende artikelen maken. En die is nu gedrukt. Die is vanochtend gedrukt. Ja. Dus die wordt morgen afgeleverd bij ons. Die gaan we dan tijdens de demo's dit weekend verspreiden. En, en meld je ook aan als vrijwilliger om dingen te verspreiden. Probeer je nuttig te maken. Alle beetjes helpen. Ja. En de scoop hebben we aantekeningen gemaakt, mensen. Hij heet de nieuwe krant.
OPN-nieuws. OPN-nieuws. Ja, open nieuws. Open nieuws. Je nou hoe nieuw het is, ik wist het nog niet eens. Nee, jongen, jongen. Je bent er gisteren. Ja, ik zal er zeker eentje bij je afgooien morgen. Ja, oké, nou helemaal top. Maar mensen, weet, wij zijn nu het nieuws. Hè? Dus met z'n allen. Iedereen die een mobiele telefoon heeft, die maakt nieuws. Dus maak ook zeker nieuws. Deel het ook met de hashtag Wij zijn het nieuws. En dan kan iedereen van de onafhankelijke media, zoals ook Telegram NL en Blue Tiger, de Café Weltschmerz. Nou, ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar we gaan allemaal verbinden. Dat is belangrijk, dat we nu één stem en één geluid gaan maken. Ja. Ja. Hoogste tijd, 5 voor 12. En hashtag Wij zijn het nieuws, als je die gebruikt, wij zien dat. En we zijn altijd heel druk, maar als we het zien en we kunnen er wat mee, dan delen wij dat ook weer op onze kanalen. Dus als je iets leuks tegenkomt, de waarheid ligt echt op straat. Iedereen heeft een smartphone en dat is waar de waarheid ligt. En de waarheid zit ook van binnen, dus je voelt zelf wel of iets klopt of niet. En ja, de meeste mensen voelen wel dat er nu iets niet klopt, maar kunnen daar soms hun vinger nog niet op leggen. Ja, en ook de verschillende websites van alternatieve nieuws, die verzamelen van hele grote denkers en die verzamelen ook van alternatieve medische wetenschap. Dus als je wil verdiepen of je wil met mensen in gesprek, dan heb je al die websites waar je informatie kan krijgen. Wat gewoon klinkt als een klok. Ja. Want heel veel mensen die hangen, laten nog een oor hangen naar wat ze bij het NOS-journaal te horen krijgen. En geloof me, dat is één grote schijnwereld. Ik zeg het nu en over een half jaar dan mag je me erop aanrekenen. Ja. Eigenlijk nu al, maar... Maar ja, dat is... Ik hou het er nog wel bij hoor, al dat mainstream nieuws zoals dat dan genoemd wordt. Ja, als je een beetje wil lachen ook af en toe, toch? Ja, ik wil graag op de hoogte blijven van wat ze willen dat we weten zogenaamd. Ja, maar het is tegenwoordig wel echt erbarmelijk. Het is zo slecht. Er zitten soms ronduit leugens bij. Gisteren was er een programma op 1. Ik heb toevallig een beeld gezien. Ik heb me aan mijn woord gehouden. Ik heb het niet gekeken. Ik zag een stil van ding. En toen zag ik bepaalde mensen zitten. En die hadden het nog steeds over het officiële verhaal van... hebben de coronamaatregelen effect? Maar corona is nagenoeg verdwenen. Dat is iets. Zelfs de voorganger van Jaap van Dissen heeft al gezegd in een interview een week geleden. Even belangrijk. Dus de voorganger van Jaap van Dissen van het RIVM. Die zei woordelijk dat... Er is geen wetenschappelijk medisch bewijs voor de anderhalve meter samenleving. En ook niet voor het gebruik van mondkapjes tegen voorkoming van corona. Ja. Als dat als een waarheid, als een koe, zelfs door die man verteld wordt. Ja. Moet je je voorstellen, daarop zijn alle maatregelen gebaseerd. Die de hele economie, de sociale structuur, de cultuur naar de kloot helpt. Maar er ontstaan nu ook al twee timelines, zeg maar, in de mainstream media. Van de mensen die vanuit het WHO nog steeds proberen. Surreëel. En gewoon. Dan de mensen die het allemaal in twijfel trekken, waaronder gewoon wetenschappers en artsen. Dus daar zit ook al de verdeling. Dus dat is voordeel. En het gaat nog veel verder eigenlijk, hè? Want de virussen, zoals ons geleerd wordt dat ze zijn. Ik ga dat nu niet uitleggen, want daar hebben we geen tijd voor. Maar mensen die denken dat... we zijn allemaal geleerd dat virussen zijn. Alles wat we daarover weten is ons verteld op basis van de germ theory. Die is al 270 jaar oud, dus nog steeds een theorie. Dus als je na 270 jaar nog steeds niet hebt bewezen, dan kun je beter iets anders gaan doen. Ja, dan moet er een belletje gaan rinkelen. Dus, maar mensen die... alles wat ze hebben gehoord de laatste 6 maanden... Google eens exosomen. Okay. De exosomen theory, exosomes in het Engels. Zoek het zelf uit. Dat is wat virussen zijn, bijzonder interessant. En als je dat weet, dan zie je alles in een heel ander daglicht. Ja. En hoef je het niet eens maar over het virus te hebben. Ik vind het echt super leuk om zo met jullie te praten. Maar we gaan een korte uitzending maken. Ja, we moeten weer door. En dit was Lockdown News Network. Eva van Zeeland, even nam ik deze studio, prachtige studio. Ik ben hier, ik voel me al helemaal thuis. Ik vond je het geweldig doen. Ja, ik vond het helemaal. Nou, ik kom graag een keer terug. Ja. En laten we zeker blijven verbinden met elkaar. Ja, dat is de oplossing. Samen. Bedankt voor het kijken allemaal en deel deze video natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En je komt ook even gedag zeggen. Zondag op het Malieveld, 2 uur. Ja, 2 uur. Ja. Kom even gedag zeggen. En ik in Eindhoven zaterdag en vrijdagmorgen dus in Amsterdam. Fijne dag. Tot ziens. Superleuk. Ja.